Hallo allemaal, ik ben Danny en ik ga nu iemand interviewen. En hij heet de heer Dico. Oké, Dico. De eerste vraag, wat is je lievelingsfilm? Zelf vind ik Star Wars. Vind ik echt heel. Oké, dat is wel een goede vraag. Oké, tweede vraag. Wat doe je in je vrije tijd? Ik zit graag op de iPad lekker gamen. Oké, goede antwoord. Oké. Derde vraag. Wat is je lievelingseten? Pannenkoeken vind ik zelf heel lekker. Ja, lekker. Dat vind ik ook. Oké. Vierde vraag. Wat is je lievelingsland? Nederland. Oké. En de laatste vraag. Wat wil je laten worden? YouTuber. Oké. Vloggen, ja. Oké, dus dit was de interview met de interviewer Danny en de heer Dico. Ik ben Dico en ik ga de heer Danny interviewen. Wat is je lievelingsfilm? Ik weet het niet echt, maar doe maar Lego Ninjago. Oké, wat doe je in je vrije tijd? Dat is moeilijk. Gamen, lezen, met mijn moeder spelen. Heel leuk? Ja. Oké. Wat doe je wat is je lievelingseten? Pasta, pizza, burgers. Ah, van die dingen. Het is lekker junkfood. Ja. Yeah. Wat is je lievelingsland? Thailand, Nederland. Je moet één kiezen, hè? Oh. Kies. Oké, dan doen we Thailand. Oké. Wat wil je later worden? Oeh, dat is moeilijk. Ik dacht eerst aan brandweerman, politie of pro-gamer. Maar ik heb uiteindelijk gekozen en dat was pro-gamer. Oké, dat was het. Doei! Doei!